Van de droom naar het boek. Michael Korneef is onze wekelijkse chef boeken. En Michael zoekt altijd een roman uit bij de gast en het gesprek waarvan hij denkt dat het zich ontwikkelt in het uur wat bijna achter de rug is. Michael, wat heb je meegenomen? Ja, ik heb bij me een boek van Charles Chadwick, een Engelse schrijver. Het boek heet Brief aan Sally. Wat zo aardig is in dit boek, is dat de hoofdpersoon, en daar hebben we de eerste link al naar onze gast van vanavond, die is antropologe ook, een oudere antropologe al. Ze is een jaar of 85 in het boek, als het boek begint. En zij zit de hele dag achter haar raam in een Londens appartement te kijken naar wat er buiten gebeurt. Zij heeft voor de rest weinig vrienden meer. Het enige contact wat ze nog heeft met de buitenwereld, dat is met mensen van tafeltje dekje of af en toe een verpleegster. Dus zij kwijnt daar eigenlijk een beetje weg. En wat je ook merkt is dat voor haar is die dag, dat is eigenlijk het enige wat ze nog heeft. De herinneringen zijn ook al een beetje aan het verstommen, omdat ze ook vrijwel niemand meer heeft om tegen te praten. En dan op een dag wordt er aangebeld en dient de nieuwe bovenbuurvrouw zich aan. En dat is een heel jonge, frisse meid van een jaar of 18, die komt zich voorstellen en die zegt: ik ben Sally en ik kom boven u wonen. En als u het goed vindt, kom ik af en toe bij u eens aanwaaien om te praten. Nou, dat is in het begin voor haar natuurlijk een enorme... ze is enorm blij dat dat gebeurt, want daar heeft ze eindelijk iemand om mee te praten. Maar dat praten is ze bijna zo erg verleerd dat ze ook niet over zichzelf praat, maar dat ze die Sally maar laat praten over wat ze beleeft, hè, met vriendjes. Maar je merkt wel dat door dat contact bloeit ze steeds meer op. En die Sally die dwingt haar ook om na te denken over haar eigen leven. Want vertel me eens, wat heeft u nou eigenlijk gedaan? Want u heeft vast een interessant leven gehad. En daardoor wordt ze ook weer geprikkeld om haar eigen leven weer onder de loep te nemen. En daar gaat ze dan ook over nadenken. Maar ze vertelt er nog niet te veel over. Maar die Sally die zit er maar een maand of vier. En die vertrekt op een goede dag weer. Zonder dat ze eigenlijk iets heeft verteld over haar eigen leven aan die Sally. En dan denkt ze... Ze wordt zo geprikkeld om daarover na te denken. Ik moet haar een brief gaan schrijven over mijn eigen leven. En dan is de rest van het boek is eigenlijk een beschrijving van wat ze allemaal heeft meegemaakt in haar leven. Want ze heeft als antropoloog in Afrika gewerkt, jarenlang. Heeft daar een huwelijk gehad met een ontwikkelingswerker die is vermoord daar. Dat komt ook al vrij snel in het boek voor. Dus dat is niet dat ik daarmee iets verklap of weggeef. Ineens merkt ze wel al die herinneringen. En ze denkt ineens, ja, mijn leven heeft er eigenlijk toch ook wel toe gedaan. Terwijl toen ze daar in dit kamertje zat, eigenlijk gewoon weggestopt, vond ze haar leven eigenlijk niet zo bijzonder meer. Maar door die jonge vrouw die daar dus langskomt en die haar dus die aandacht geeft en die zorg, merk je dat ze zelf ook weer opbloeit en het gevoel heeft, ik doe ertoe. Nou, dat vond ik echt prachtig aansluiten bij eigenlijk het betoog wat je vanavond hebt gehouden. Ja, geweldig. Vandaar dat ik dat meegenomen. Nou, dat roept bij mij een beetje de vraag op of u... Want u bent natuurlijk als onderzoeker, als wetenschapper, bent u een tijd in een verpleeghuis geweest. Heeft u nou ook gewoon de persoonlijke ervaring? Zal ik maar zeggen, de Sally uit het boek. De jonge vrouw die zich vanwege welke persoonlijke band dan ook met een oudere verbindt om het leven van die ouderen wat draaglijker te maken. En dan gaat in dit geval misschien om een demente of op weg naar dementheid. Zo'n soort ouderen. Niet in het verpleeghuis, maar ik heb hiervoor onderzoek in het ziekenhuis gedaan naar mensen met longkanker die aan het sterven waren. En daar heb ik die ervaring wel gehad. Dat ik dat je eigenlijk bijna een relatie krijgt met je informanten. Ja. En ik vind het heel mooi, dit ja, ik vond het zo aardig dat die oude vrouw ook ineens weer zin krijgt in het leven. Hè? Ja, maar ook dat wie je bent dus ook bepaald wordt in zo'n relatie. Hè? Dat zij komt tot uiting. Ja. In dat relationele. En dat vind ik in deze hele tijd met individualiteit, dat wel eens wordt vergeten. Dat wie je bent door je omgeving ook wat wordt gevormd. Ja. En het andere, dat is echt wel grappig. Want je schetst het dat het een beetje zielig is hoe die mevrouw voor dat raam zit. Het lijkt mij helemaal niet zo vervelend om voor het raam te zitten en de wereld aan je voorbij te zien gaan. Het lijkt me eigenlijk heerlijk. En dat je een beetje wegzakt. Ja, dan heb ik misschien iets te negatief verteld. Want zo komt het ook niet over in het boek, hoor. Alleen, ze beschrijft keurig dat de lampen aan de overkant alweer aangaan. En ze kent het hele patroon van die straat. En de winter komt eraan, weet je. Dus het wordt op een soort van
berustende manier, zo moet ik het misschien zeggen, aanvaardende manier wordt het geschetst. Maar prachtig natuurlijk, op het moment dat die jonge vrouw dan binnenkomt, dat ze ineens zich weer zelf opbloeit. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, mij lijkt het wel verschrikkelijk. Oh ja? Oh ja, ik zou echt, geloof ik, elke dag, ik geloof dat ik wel 10 keer zou zitten te wachten op die Sally, die nu ik weet dat het mechanisme, zo'n mechanisme kan ik me wel voorstellen, dat er zo'n jong iemand is die dan dagelijks of wekelijks bij je langskomt, en die dan toch weer op een of andere manier jou prikkelt om die film van het leven als 80-jarige weer af te draaien. Dat is heel mooi dat gebeurt inderdaad. Ja. Ja. En als persoon, je bestaat natuurlijk eigenlijk altijd bij de gratie van de ander. Dus als er nooit meer eens iemand langskomt, tot wie verhoud jij je dan nog zelf? Eigenlijk ook niet tot niemand. Dus tot jezelf. Dus alleen maar tot jezelf. Ja, terwijl je zou toch zeggen, de mooiste contacten die leg je altijd met een ander en niet zo snel met jezelf. Ja, misschien ook wel, maar... Ja. Dus het is ook, er zit een heel mooi sociaal component ook in dat boek. Ja. Overigens, The Iron Lady al gezien? Nee, daar wil ik steeds naartoe. Moet je doen, ja. Ik heb hem van de week gezien. Ja. Eigenlijk een film is die over dementie gaat. Ja. He, de film over Lady Thatcher in Engeland met allemaal flashbacks. Haar leven komt weer langs, zeg maar. Prachtige rol van Meryl Streep. Ja. Maar bedoel, als je gespecialiseerd bent in dementie, en dat ben je, dan moet je echt ook die film naar de zien. Film. Maar, het boek is voor Annemij T. Geweldig. En het is het boek Brief aan Sally van Charles Chadwick. Tot slot.